Hallo dames en heren, jongens en meisjes en wat nog meer meekijkt. Mijn naam is Niek en dit is dan weer een nieuwe aflevering van The Legend of Zelda. In de vorige aflevering heb ik deze kerker gehaald. Dat was de allereerste kerker. Daarbij hebben we de eerste Triforce-stukje hebben ons verdiend. En in deze aflevering ga ik niet nog een kerker doen. Nee, in deze aflevering gaan we eerst eens eventjes in de overwereld. Eens wat verder rondkijken, want ik kon eigenlijk al heel wat meer items hebben, of ik kon al veel sterker zijn voordat ik de eerste kerker inging. Maar ik besloot om eerst de eerste kerker te doen. En want wat we nu gaan halen, kon ik eigenlijk al voor de eerste kerker allemaal krijgen. Of had ik eigenlijk al toegang tot. En kon ik dus ook al gaan verzamelen. Daardoor kon ik veel sterker in de eerste kerker komen. Maar dat heb ik niet gedaan. Dit hier is een geheime grot. En hier ligt een roepie. It's a secret to everybody. Dus hij wil dat ik dit geheim hou. En daar geeft hij mij 30 roepies voor. Altijd heel aardig. Natuurlijk, als ik er weer in ga. Ja, hij is weg. De 30 roepies krijg je niet nog een keer. Een beetje jammer. Maar aan de andere kant ook wel begrijpelijk. Het eerste wat wij eigenlijk... Maar ja. Je zal sommigen die het spel kennen, die zullen wel gezegd hebben van... Ja, waarom ga je niet al gelijk voor de eerste kerker? Dan ben je veel sterker. Heb je dat allemaal gehad? Nou... De reden daarvoor zeg ik je zodra ik bij deze shop ben geweest. Want in deze shop... Ja, dit is een winkel. En hier kun je 3 dingen kopen. Je kan hier een Kiko, een kleine... Dit is een small key. Die kun je in kerken gebruiken. Dit is je magical shield. Wat groter is dan je gewone schild. Maar die is hier veel te duur. Waar ik hier voor kom, is dit ding. En dat is de Blue Candle. Oftewel blauwe kaars. Met dit ding kan ik bosjes platbranden. Ik kan hiermee donkere kamers verlichten. Maar ik kan het maar 1 keer per scherm gebruiken. Nu kan ik op de knop klikken wat ik wil. Maar ik kan het niet nog een keer gebruiken. Daarvoor moet ik eerst... Naar 1 scherm gaan en dan weer terug naar een ander scherm. Of terug naar het ene scherm. En dan kan ik hem weer gebruiken. 1 advies, loop niet in de vlam. Want daarmee kun je je eigen schade aanbrokken. En dat willen we ook niet hebben. Nou, dat is waar ik ook niet echt veel interesse in had. Ja, en daar ligt een... Is een... Oh, ik was even niet aan het opletten. Ja, ik heb schade. En zoals je al zag, ik kan met de kaars dus ook bosjes platbranden. En daarbij verdien ik weer extra's. Hey, kom op. Dit keer is het 10 roepies. Je zult ook regelmatig bij... ergens terechtkomen. Oh. Welke van deze twee was het? Auw. Eén van die. Ja, die was het. En hier verdienen we dan... Oeh. Dit is belangrijk. Take anyone you want. Ik kan gratis één van deze twee pakken. Dit hier is een second potion. Of een life, 2 life potions. Daarmee kan ik 2 keer, als ik al mijn levenshartjes verloren heb, kan ik die weer bijvullen. Zodat ik het kan overleven. Maar dit kun je ook kopen.
Je zou zeggen van, hé, gratis, dus waarom pak je die dan hier niet? Omdat je maar één van deze twee dingen kunt kiezen. En met een hardcontainer, wat dit ding is, krijg ik gewoon permanent een langere levensbalk. En dat medicijn kan ik ook nog wel ergens anders vandaan halen. En een hardcontainer kan dat niet. Ah! Kom op, hartje! Ah! Nou, moet ik weer een hartje hebben. Auw. En hier weer een ding. Weer wat monies. Geld, geld, geld. Dit is de roepies. Ja, zoals je al merkt, de reden waarom... Oh ja, dat wilde ik nog... ik was het alweer bijna vergeten. Ik had gezegd, na de shop zou ik je vertellen waarom dat ik eerst gekozen heb om de eerste dungeon door te spelen. Nou, de reden is simpel. Omdat ik graag en als we hier meer geld krijgen, graag eerst eens eventjes gewoon een beetje van het spel wilde laten zien. En dat is zowel van de bovenwereld gameplay als van een kerker. Want het meeste wat we gaan doen zijn toch de kerkers. Auw. En niet zozeer de bovenwereld. Je zult de bovenwereld eigenlijk vrij weinig zien. Daarnaast... Auw, ik ben nu... Volgens mij ga ik net zoveel sterven als... Oh, die zat erbij. Dichtbij. Oeh. Ja, daarnaast wil ik ook gewoon eventjes nog langere tijd met dit... Ja, dit... Deze komt wat laat. Met mijn groene tuniek en ook mijn houten zwaardje eigenlijk gaan. Want eigenlijk al onze equipment die je hier op dit moment ziet, het schild. Mijn kleding en mijn zwaard. Die gaan deze episode worden ze geüpgrade. Nou. Deze is al een stuk goedkoper. Bommen hebben we op dit moment niet nodig. Maar in de vorige... In de vorige aflevering had ik een boog gekregen. En die kon ik nog niet gebruiken omdat ik nog geen pijlen had. Nu heb ik pijlen. Ook al zul je daarboven zien, heb ik niet echt iets wat pijlen weergeeft. Maar als ik nu dit gebruik, zul je zien dat mijn roepie aantallen omlaag gaat. Ja, pijlen gebruiken dus roepies. En... Ja, die zul je wel nodig. Daarom ga ik die nu niet zoveel gebruiken. Want... Ah, dit is een fairy fountain. Als je weinig leven hebt, kom hier en je hele levensbalk wordt weer aangevuld. Dus dat is wel een voordeeltje. Maar, ja, roepjes zijn het. Ah! Gaat naar de nee. Oké, dankjewel. Ah, extra. Maar niet dat ik dat nodig had. In ieder geval, zoals ik al zei, ja, pijlen gebruiken roepies. En aangezien ik roepies op dit moment toch wel hard nodig heb, ga ik dat op dit moment dus ook niet al te veel gebruiken. En... Want ik heb nog wel het nodige te kopen hier. Het is niet het enige wat ik nog moet kopen. En er zit één ding bij wat ontzettend duur is. Ja. Mm-hmm. Maar dat zullen we pas aan het einde van deze aflevering een keer zien. En... Ja, nu is het een beetje een zwak zwaardje nog. Dus het duurt lang voordat ik deze moblins, zo worden die genoemd, verslagen heb. Auw! Slechte timing, Nick. Damn it. Oh, en het was ook de verkeerde. Oh, moet die hebben. Haha.
It's a secret to everybody. Ja, dat zeg je wel vaak. Maar we hebben weer 10 erbij en daarom ga ik nu weer, moet ik deze kant op. Gaan we weer de woestijn in. Om de lievers, al die blauwe lievers die wil je ontwijken. En gaan we hier, en nou komen we. Tuurlijk. Ik heb geen Sorby meer. Het is een heel goed plan om in dit spel je levensbalk volledig te houden. Dat je die Sorbeam hebt, want... Hey, dat maakt het allemaal zoveel malen makkelijker. Volgens mij... welke van die twee was het alweer? Ja, ik leg hem hier echt maar tussen. Die dus. En hier... hebben we dan nog een hartcontainer. Take any one you want. Yay! Oké. En dan hebben we hier nog een. Wadari. Ik heb weer leven. Nou ben ik hem weer kwijt. En dan heb ik het weer. Daar moet ik hem neerleggen. En dan krijg ik hier weer monies als het goed is. Ja, hier krijg ik weer monies. Kijk, je hebt ook een aantal van deze grotten. Waarbij je eigenlijk geld verliest. Want dan moet je weer betalen om de deur te laten repareren. Het is wel geinig. Dat houdt het... houdt je enigszins scherp. Kom op. Ah, nee. Pardorie. Oké, hier hebben we dan een... Dit iets is geen kerker. In tegenstelling tot de eerste dungeon die er ook zo uitzag, is dit geen kerker. Dit is een gokspel. Dus één van deze zorgt ervoor dat ik meer geld krijg en de rest zorgt ervoor dat ik minder geld krijg. Maar daarvoor moet ik wel 10 roepies inzetten. Pak deze. Wauw! 50! Oh, schijnbaar hoef ik dus niet geen 10 roepjes in te zetten. Wauw! Die heb ik nog nooit gekregen! Oké, nog iets anders. In de eerste kerker hadden we nog... Ja, dat, zoals ik al wilde zeggen. Zoals je kunt herinneren, in de eerste kerker werd er gezegd... The Eastmost Peninsula has the secret. Oftewel, het meest oostelijke schiereiland heeft een geheim. En dit is het geheim. Hierboven, als je er hier ingaat, is ook geen kerker. Maar hier kun je vrijwel... Ga ik die nu pakken? Ja, die ga ik nu pakken. Want dan kan ik hem meteen enigszins doorzetten als ik het goed heb. Of niet? Weet je, volgens mij kan ik dan al gelijk een aantal dingen kopen. Want je maximale bedrag wat je kunt hebben is 255 roepies. Dat heeft te maken met geheugen en dergelijke. Hoeveel? Ze hebben hier maar een 8-bit geheugenadres waarbij de roepie aantallen in opgeslagen wordt. En dit is een show this to the old woman. Dit moeten we aan de oude vrouw laten zien. Dit is de brief voor de oude vrouw. Hiermee kunnen wij de medicijnwinkel. Of beter gezegd, ja, kunnen wij potions gaan kopen. Krijgen wij daar toegang tot. En volgens mij moet ik hier omhoog, ja. Of niet? Ja, ik kan er hier wel omhoog gaan. Auw. Ja, en nou heb ik ook weer vol leven. En... kom hier. Die tactites zijn zo lastig, hè.
Maar, als ik het goed heb, moet hier ergens een oude vrouw zitten. Hier, ja. Dit is een medicijnwinkel. Kijk, hier is nog niks. Kan ik nog niks mee doen. Maar, als ik haar die brief laat zien, dan kan ik hier in één keer medicijn kopen. En alle andere medicijnwinkels, die er ook door de wereld verspreid zijn, zullen nu ook beschikbaar komen. Dus dat is heel erg handig. Maar dat ga ik nu nog niet kopen, want ik moet eerst mijn geld nog voor iets anders hebben. En ik ga liever meer vaker af dan dat ik dat geld ga besteden. Ik zal tegen het einde van deze aflevering zal ik in ieder geval wel het medicijn gaan kopen. In ieder geval voordat ik de volgende kerker in gaat, is het zeer, zeer handig om medicijn te kopen. Wat ik nu ga doen is gelijk even een sterker zwaard kopen, als ik tenminste daar door kan komen, want Oh boy, dat bedoel ik dus. Ah! Oh ja, ga daar staan. Daar moet ik juist heen. Oh, wacht ja. Ah. Hier moet ik zijn. Master using it. And you can have this. Nou, zodra je het meester bent van dit, dan kun je, of ja, zolang een draai je zwaar beheerst, mag je dit hebben. Maar eigenlijk komt het erop neer dat je minimaal een levensbalk van 5 hartjes nodig hebt om dit zwaar te kunnen pakken. En zoals je ziet heb ik nou een heel fancy wit zwaard in plaats van een bruin zwaard. Een geinig feitje met dit spel: het zwaard is het enige wapen als het ware. Dat niet noodzakelijk is om dit spel uit te spelen. Er zijn ik heb mensen speelsessies zien te spelen van dit spel, waarbij ze het zwaard totaal niet oppakten. Waarbij ze dus gewoon weg. Ah, Piet, blijf uit mijn buurt. Nog meer Piet. Mijn buur blijven. Ik moet wel eerst nog wat groepjes hebben, ja. Ik moet nog 3 extra groepjes hebben. Wauw. Kijk, nou heb ik een maximale van 55 groepjes. En dat moet ik hebben. Moet ik hier zijn? Nee, ik moet hier niet zijn. Oh, ik ben hier weer. Ja, ik ben wel enigszins op de juiste rit. Auw! Enigszins in de juiste richting, want nu ga ik mij, zoals je al ziet, word ik veel te vaak geraakt. En dat is niet erg fijn. Ik wil graag eventjes iets wat beters hebben. Normaal gesproken, als je de letter krijgt, word je eerst hierheen gestuurd. Want dit is de meest bekende medicijnwinkel. Maar ook hier ga ik nog eventjes niks halen. Volgens mij moet ik hier omhoog. Ah, maakt niet echt veel uit. Jee, ik heb weer. Nu dit behouden graag. Had ik bijna weer. Wat zat hier ook alweer in? Oh ja, hier kun je dat. Maar de veel te duur schild. Schild moet ik ook nog hebben. Maar hier is het veel te duur. Wat ik wil gaan doen als ik deze blauwe lievers kan overleven. Oh boy. Hier ga ik de
Auw! Hier moest ik zijn, ja. Dit moet ik hebben. Boy, this is really expensive. Ja, maar wel waard. Dit is de blauwe ring. En nu, zoals je ziet, heb ik hier nog een heel mooi groen kleedje aan. En heb ik nog maar 5 roepies over. Als ik hieruit kom, heb ik in één keer een lichtblauw kleedje aan. Kom op, geef mij een hartje. Nee, roepies, ook goed. Maar ik moet nog wel weer wat nieuwe roepies hebben. Maar nu is de schade ook gehalveerd. Dus de schade in de... Nou ja. Nu zou ik het makkelijker moeten kunnen overleven. Wat was hier ook alweer? Oh ja. Volgens mij... Oh ja, die oude man in het graf. Ja. Die moet ik ook hebben. Maar dat duurt nog wel even. Daarvoor hebben we nog niet een lang genoeg levensbalk. Maar nu, wat is het volgende dat ik... Auw! Dat ik moet zien te krijgen. Ik heb nog 2 dingen om te kopen. Als het goed is. Ik heb nog een... Ja, de potion moet ik nog. Dus dat is eigenlijk 3 dingen. Auw. Auw. Een potion. Maar ik moet ook nog... Hier zijn we weer bij het begin. Maar ik moet ook nog een extra hardcontainer. Er is er nog eentje die ik kan krijgen. En een fairy zal nu wel erg handig zijn. Serieus? Auw. Deze gasten zijn ook altijd heel erg goed voor roepies. Tenminste, als je ze kunt raken. Waarom heb ik er nou in één keer 1 roepies? Schijnbaar heb je de zwaardstraal nodig dan. Ja, nu deze keer niet. Maar ik ga nu eens op weg naar een extra hardcontainer. Kan ik jou nog? Ja, maar daar komt niks meer uit. Wat jammer. En die zou, als het goed is, hier ergens moeten zitten. De vraag is waar ook alweer. Volgens mij daar ergens tussen. Daar ja. Oké. Ja, die heb ik dat. Nu moet ik nog wat extra monies nog zien te... Wat? Ja, zoals je ziet, die oude man is weer weg hier. Maar ik werd weer terug te... terug naar binnen gezet. Hier was ook volgens mij nog een... Auw. Auw. Zucht. Ik heb iets van 90 nodig. En als het goed is... Was dat deze of was dat deze? Ik probeer die. Ja, die was het. En hier heb ik dan ook weer een goed geheim. En nou heb ik meer dan genoeg roepies om ook nog mijn nieuwe schild aan te schaffen. Maar nog niet genoeg roepies om ook daadwerkelijk een... moet ik het zeggen? Medicijn te krijgen. Zo. Yeah. Oeh. Werkelijk. Ga me eventjes niet ervoor staan. En dan was het deze volgens mij. Ja, daar. En hier zit de winkel. Oh boy, this is really expensive. Ja, dit ding is vrij duur, ja. Maar dat hebben we nog niet nodig. Dat kan nog heel lang op zich wachten. Maar deze is de goedkoopste magical shield dat je kunt vinden. Dus,
Ook al heb ik dat hartje nodig, het voelt maar één hartje aan. En dat, ja, dat is niet iets waar ik op dit moment op zit te wachten. Ik mis wat. Ik vergeet wat. Deze hier. Ja, hier krijg ik nog weer wat geldjes. Oké, nou heb ik dat. En dan heb ik nu nog een paar... Oeh. Ik moet 68 roepies zien te verzamelen. Oeh, bommen, altijd goed. Oké, hartje ook altijd handig. Eens even zien. Oh ja, hier zat ook nog wat geld. Bommetjes. Had ik die nog nodig? Geen idee. Geld altijd goed. Het is altijd handig om ook hier tussen die tegels in te gaan. Want dan meestal missen ze je dan. Dat is nog altijd gevaarlijk. It's a secret to everybody. En ik heb gelijk de 80 roepies. Dan moet ik nu de dichtstbijzijnde... Oeh, waar zit de dichtstbijzijnde? Volgens mij... Niet hier. De dichtstbijzijnde medicijnshop, dat is waar we... Oeh, weer hartje, altijd handig. Roepies! Moet ik ook hebben. Ja, oh ja, nu weet ik waar het dichtstbijzijn ook wel zit. Moet ik hier doorheen. Deze moet ik. Maar niet dat altijd druk is. En dan was het hier volgens mij. Yep, hier zit ook een medicijnwinkel. En dan pak ik dit. Ja! En nou ben ik weer blut. Oké, oeh. Nou, dat was het dan. Ik heb volgens mij alles wat ik wilde hebben. Eens even zien. Ik heb de... Ja, ja en ja. Kijk, nu heb ik dit hier rood potion. Rode potion, als je die gebruikt, wordt het een blauwe medicijn. Beide doen ze hetzelfde, behalve dan dat het rode dus twee keer gebruikt kan worden. De blauwe medicijn verandert niet in het rode. De blauwe medicijn verandert weer in een brief. Maar die hoef je gelukkig niet nog een keer te laten zien. Maar goed, ik heb nu alles. Ik denk dat ik me nog even wat roepies bij ga grinden. Voordat ik naar de volgende kerk toe ga. Maar ik heb in ieder geval alles wat ik wilde hebben. En alles wat ik nodig had om te... hebben. Ik heb al... Ja, ik heb die gedaan. Dus dat is het dan voor deze aflevering. En ik ben 0 keer echt afgegaan. Ha! Ik word beter! Dat is nieuw. Laat ik zien hoe lang ik dat vol kan houden. Ik denk het niet lang met de volgende aflevering. Maar goed, ik bedank jullie voor het kijken. In de volgende aflevering gaan we verder naar de volgende kerker. En dan zeg ik tot dan, hè. Doei!